Welkom bij een nieuwe aflevering van Café Weltschmerz. Vandaag bij mij aan tafel Aten de Jong, Nederlands filmmaker, producent en regisseur. Aten, welkom hier bij Café Weltschmerz. Grote eer. Het is zo leuk dat je me als Nederlandse filmmaker introduceert. Ja. Want ik voel me helemaal geen Nederlandse filmmaker meer. Nou, dat vind ik heel erg interessant. Want ik denk juist dat dat een van de dingen is die ik zo fascinerend vind. Ja. Omdat ik door de jaren heen eigenlijk steeds plukjes van je carrière voorbij heb zien komen. En veel van die dingen kwamen allemaal uit Amerika. Klopt. En ik ben benieuwd hoe kom je daar terecht? Hoe zag je carrière eruit? Doen we natuurlijk met een hele grote sprong meteen. Maar dat is wel leuk. Ik vind het ook leuk hoor. Ik vind het leuk om te vertellen wat zo het verschil is tussen Nederland en Amerika. En ik heb films gemaakt in Duitsland en in Engeland en in Zuid-Amerika. Niet om daar alleen maar op te nemen, wat heel veel Nederlanders doen. En die gaan een stukje opnemen daar. Ja. Maar ik heb echt films binnen dat systeem gemaakt. Ja. Maar als je even teruggaat naar de vraag die je stelt van hoe kom je daar zo terecht? Nou, ik was 33. Toen had ik 6 speelfilms in Nederland gemaakt. Die in de bioscoop uitgebracht waren. Ik dacht van, ik kan tot mijn 65ste doorgaan met subsidie krijgen en nieuwe films maken. Maar dat leek me helemaal geen uitdaging. En mijn ambitie was groot. Ik wou een groter canvas, dus meer mensen bereiken. Toen dacht ik, moet ik naar Hollywood toe. Dus ik ben letterlijk met 2 koffers. 1 koffer met kleding en 1 koffer met videotapes van de films die ik, een paar van de films die ik gemaakt heb, naar Hollywood gegaan. Ik kende 1 iemand. Iedereen zei, het lukt je nooit. Je komt met hangende pootjes terug. En ik had zoiets van, ik zie niet in waarom het niet zou lukken. En het lukte wel. En het lukte wel. Ja. Wat je zei over die systemen, dat vind ik echt fascinerend. Ja. Om te beginnen dat Nederlandse systeem. Ja. Er waren al een aantal producties geweest. Brandende Liefde, kan ik me herinneren. Vluchtregenwolk. Natuurlijk, inderdaad. Ja. Hey, dat zijn gesubsidieerde films geweest. Ja. Door het filmfonds betaald. Ja, het heette toen nog productiefonds. Oké, nagaan. Ja. Hoe ging dat in zijn werk? Nou, het was ietsje losser. Toen had je de mensen die dat productiefonds bestierden, dat waren mensen uit de bioscoopwereld. Er waren geen noodzakelijk wijs filmmakers. Later kwam Anton Koolhaas en Jan Blokker, die werden toen voorzitter van het productiefonds. Dus toen waren het wel filmmakers, want die hadden alle 2 scenario's geschreven. Ja. Maar de oudere mensen die dat toen deden, want ik loop al heel lang mee, ik ben heel jong begonnen. Dat waren bioscoopmensen die zeiden van ja, deze film dat lijkt ons wel wat en dan hoeft hij verder niet zoveel te doen. Dus toen was het een beetje makkelijker dan nu. Nu is het subsidiesysteem in Nederland, je moet bij de goede groep horen bijvoorbeeld. Je moet in de kring passen die men graag wil. En wat voor kring wil men dan? Nou, je moet in ieder geval goed vallen bij de festivals. Er is ook wel, natuurlijk wordt er ook geld gegeven aan commerciële films. Maar er is wel degelijk ook wat ze in Amerika noemen greylisting. Dus op het moment dat je boven de pakweg 40, 45 komt, ga je het moeilijk krijgen. Tenzij je een absolute hit hebt waar je niet onderuit kan. Maar voor de rest hebben ze liefst de beginnende mensen, want dan kan je een nieuwe ontdekking doen. Ja, aan de ene kant begrijp ik dat. Aan de andere kant heb ik het idee dat het wereldje nu veel geslotener is dan toen ten tijde van het productiefonds. Dat is zeker zo. Maar toen waren er natuurlijk ook veel minder filmmakers, hè, in die tijd. Er zijn er nu veel meer. En een van de lastigste dingen van het subsidiesysteem is dat er veel meer mensen zijn die om die kleine pot draaien en dat iedereen een kans moet krijgen. Dus dat betekent dat de iets oudere filmmakers steeds minder kansen gaan krijgen. Ja. Er stond bijvoorbeeld vandaag een verhaal in de krant van Hedy Honigman, die een documentairemaakster, die absoluut een heel gerenommeerd documentairemaakster is, die bij het filmfonds afgewezen is voor de nieuwe project. En nu krijgt ze een prijs, dus nu kan ze toch die film maken, gelukkig. Dat krijgt ze niet van het filmfonds, hè? Dat krijgt ze van een ander instituut. Ik denk dat als Paul Verhoeven nu met een plan komt, dat hij afgewezen zou worden. Ik dien bijvoorbeeld geen plan meer in, want ik kan het me niet emotioneel zie ik er te veel tegen op om afgewezen te worden. Okay. Dus ik denk, ik ga weer naar het buitenland. Maar neem je dat persoonlijk dan? Waarom neem je dat persoonlijk?
Nee, ik neem het niet. Ik neem het gek genoeg niet zo persoonlijk. Maar ik denk van waarom zal je iets gaan doen? Want je steekt er toch heel veel tijd in om een plan te gaan maken. Ja. En een ander nadeel moet je niet vergeten. Het is niet alleen het geld. Hè. Een ander nadeel van het filmfonds is dat ze een bepaald soort films willen die inhoudelijk passen bij de toon van het film. Nou, dat is altijd zo makkelijk om dat te zeggen en zo. Maar waar gaat het dan om? Die inhoudelijkheid betekent dat het een crossover film moet zijn, zoals ze het noemen. Mm-hmm. En crossover betekent dat er aan de ene kant inhoudelijk interessant moet zijn. Dus het moet over humaniteit gaan. Het moet over sociale onderproblemen gaan. Het mag niet een frivole film zijn. Of het moet zo frivol zijn dat het weer camp is. Dus er zijn bepaalde inhoudelijke normen die meetellen. Mm-hmm. Aan de andere kant moet het niet alleen inhoudelijk zijn, maar de crossover verlangt ook dat je dus commercieel succesvol bent. En commercieel crossover betekent dat je rond de 250.000, 300.000 bezoekers moet halen. Ja. Dat zijn twee gebieden die enorm met elkaar vechten. En toch zijn er films die het doen. En ja. De film die mij direct er binnen zit is een film die volgens mij weer geproduceerd is. Zomerhitte. Ja. En daarbij had ik het idee. Ik weet niet of die meer dan 250. Maar ik dacht dat het een succes was. Ja, die zat rond de 250. Ik geloof 280.000 geloof ik. En is daar het filmfonds mee? Hebben die daarin geïnvesteerd? Ja, die hebben daarin geïnvesteerd. Je kan er eigenlijk van uitgaan dat behalve bij de marginale horrorfilms en de hele super. Ja, bizarre comedies, zeg maar de romantic comedies. Je kan er eigenlijk van uitgaan dat filmfonds altijd meedoet, want anders kan een film niet gemaakt worden. Ja, en zelfs bij de wat oppervlakkige comedies, zoals bijvoorbeeld Familie Weekend, wat net gemaakt is, of Bombini Holland, daar zit filmfonds geld in. Ja, en is het niet zo dat het een erg afgebakend wereldje is, waar je eerst helemaal in moet zitten voordat je daar aanspraak kunt maken? Ja, dat is zo. Maar de werkelijkheid is dat dat niet ongebruikelijk is voor alle subsidielanden. Ik heb 14 jaar in Londen gewoond, hè? Ja. En ik ken het Londense systeem natuurlijk ook heel goed. Ook in Londen, als je niet bij die min of meer elite hoort die een bepaalde inhoudelijke richting uitgaat, dan kom je daar heel moeilijk tussen. Ja. En dus daar is het ook niet zo makkelijk. De enige systeem wat ik kende, eigenlijk twee hoor, was Hollywood. Hollywood is heel duidelijk van, ja, als jij doet wat wij willen en het levert geld op, dan kan het niet schelen waar je vandaan komt. Ja. En Duitsland was ook zo. En even over Hollywood dan. Want ik vind dat zo interessant, omdat over het algemeen het geld komt van private investeerders. Grote producenten, uitvoerend producenten. Ja. Soms ook acteurs zelf die meedoen. Heb ik begrepen dat dat vaak voorkomt. Dat lijkt me bij uitstek een wereldje waar iedereen elkaar kent. En waar je eigenlijk niks voor elkaar krijgt als je niet daar op een of andere manier een ingang in hebt. Nou, wat je nu zegt klopt wel. Je moet een ingang hebben. Maar die ingang die wordt uiteindelijk bepaald door je werk. Dus het is heel moeilijk om erin te komen. Maar als je erin zit en je werk is goed, dan heb je kansen. Tegelijkertijd, als je zeg maar 2-3 films gemaakt hebt die het goed gedaan hebben en je maakt er eentje die flopt, ja, dan lig je weer in de goot. Het is zo groot als het laatste succes. Het is absoluut. En het is bikkelhard, maar het is wel fair. Hollywood is heel duidelijk in één ding. Als jij succes hebt, dan kan je een zwart film maken met witte bolletjes. En als dat 1,5 uur duurt en mensen komen ernaar, dan mag je de volgende keer het weer doen. Maar dus er zit geen inhoudelijke toetsing achter. Maar is het niet zo dat op het moment dat je echt met grote Hollywoodsterren werkt, dat je eigenlijk bijna een soort van voorwaarde hebt voor succes? Ik bedoel, als je niet die sterren hebt, als je het met een klein budget moet doen, dan wordt het al lastig. Dan wordt het absoluut lastiger. Ik zit heel erg aan Showgirls te denken namelijk. Ja, dat precies. Er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden. Er zijn heel veel voorbeelden ook van. Er zijn uiteindelijk maar een handjevol, misschien 2 handjes vol met acteurs die they can open a film, zoals ze dat noemen. Hè? Ja. Dus ze zijn zo groot dat al is de film niet goed, dan nog zullen de mensen naartoe gaan. Dat zijn er echt maar een handjevol. Ja. Dus dat zijn de echte bankable acteurs. Daarnaast heb je heel veel acteurs, dat zijn wel sterren. Mm-hmm. Maar dan is toch de kwaliteit van de film geeft de doorslag of de film wel of niet succesvol wordt. Ja. En de acteurs die dragen daaraan bij. Dus als je een goede film hebt met acteurs die herkenbaar zijn, zal de film succesvoller worden. Als je een film hebt die eigenlijk niet lukt
en de acteurs zijn wel bekend, dan wordt het maar een heel matig succes. Ja, ja, dus eigenlijk best wel van tevoren al in te kaderen wat er met zo'n film gebeurt. Absoluut. Ik heb bijvoorbeeld een tijdje geleden een essay geschreven hier voor Nederland, waarin ik zei van, want er werd altijd gezegd van, je kan niet voorspellen wat succes heeft. Ja. Dat kan je dus wel. Ja. Je kan redelijk goed voorspellen wat succes vindt. Je kan fouten maken in je voorspelling, maar dat ligt die fout bij jou. Die ligt niet in dat systeem van het voorspellen. Ja. En dat is vrij makkelijk. Je moet bijvoorbeeld, de kwaliteit van een film is secundair geworden. De kwaliteit van een film is niet doorslaggevend zoals dat 40 jaar geleden wel was. En toen had je goede kritieken in Europa. En als je goede kritieken had, dan had je een kans dat je film wel bekeken zou worden. Nou, kijk nu maar naar de krant. Je krijgt een fantastische goede kritiek. Het gaat niemand naar die film toe. En andersom, je kan afschuwelijke kritieken krijgen en daar gaan nog steeds mensen toe. James Bond is niet afhankelijk van kritieken bijvoorbeeld. Nee, dat zijn series. Hè? Als brands worden die neergezet. Ja. Dat zie je Disney heel goed doen nu. Precies wat je nu zegt. De branding is een van de meest belangrijke dingen voor succes. Daarnaast moet je bij de Nederlandse film moet je een Nederland gevoel hebben. Als het een film is die ook in België gemaakt had kunnen worden of in Frankrijk of wat dan ook, dan zal die film in Nederland niet bijzonder goed doen. Dan wordt hij gehoord van algemeen gemiddelde. Hij moet breed uitgebracht worden. Als je een film uitbrengt in drie zalen, nou, dan kan je het vergeten dat je ooit die 300.000 bezoekers gaat krijgen. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Duidelijk. En je moet je PR heel goed doen. Dus dat betekent, en daar heb ik de hele lijst van gemaakt, van mensen zeggen van, oh, ik zit in de wereld, draai door. En dan zeg ik van, ja, A, is dat je doelgroep? Hè? Je moet dus heel goed je doelgroep kennen van voor wie je de film maakt. Is de wereld draait door wel je doelgroep? Als die het niet is, dan kan je er nog zo leuk zitten, maar maakt het niet uit. En de wereld draait door alleen is niks. Ja. Dus je moet in minimaal 6 of 7 tv-programma's zitten die breed bekeken worden. Dan moet je daarnaast nog in kranten, dan moet je daarnaast dit en dat. Maar dus dat doet alleen Carice van Houten, bij wijze van spreken. Niemand anders doet dat. Nee. Ja. Maar dat ik had het bijvoorbeeld met Bombardement, met Jan Smit. Daar zaten we, we zijn in 35 tv-programma's geweest of zo. Interessant, want bij het Bombardement heb ik juist, er is heel erg van negativiteit gekomen vanuit de reviews. Natuurlijk, de film werd redelijk afgebrand in de pers ook. Nou, redelijk mag je eraf laten. Het werd echt afgebrand. Dat kwam door Jan Smit. Of ben ik dan te kort door de bocht? Jan heeft dat begon met Jan Smit, absoluut. We hadden heel veel negatieve kritiek, vooral op de social media, die toen nog vrij nieuw waren. Ik kan je bijna niet voorstellen, dat is 4 jaar geleden. Ja, dat gaat maar dat begon toen. Maar toen kwam de film en Jan was heus zo slecht niet. En dat zag men ook wel. Toen heb ik ontzettend op de donder gekregen, vooral het scenario. Ja. En wat kan je van zeggen? Ja, nou ja, ik vind dat namelijk fascinerend, omdat ik me voor kan stellen dat Jan Smit er wel voor zorgt dat je bij De Wereld Draait Door en al die 6 verschillende talkshows zit. Dat is de PR-waarde is natuurlijk heel groot van zo iemand. Zeker op dat ogenblik, wat misschien wel het hoogtepunt van zijn carrière was. Ja. Dan denk ik van, dan heb je dat succes te pakken. Ja, nou, maar weet je, maar het moeilijke hiervan is, Boris, dat je dan het woord succes moet gaan definiëren. Ja. Want heel vaak wordt binnen Nederland, binnen de filmmakers gedacht, succes is goede kritieken. Commercieel succes is iets anders. Ja. Want het Bombardement heeft het commercieel helemaal niet slecht gedaan. Snap ik. Alleen, het was, wat ik ook vind trouwens, ik spring een beetje van over een ding heen, maar bij het Bombardement, de kritieken waren zo negatief, dat ik er wel een zeker plezier kan ik niet zeggen, het was absoluut niet leuk, maar dat ik wel zag, als ze zo negatief zijn, moet er iets in de film zitten wat goed is. Want anders kunnen ze niet zo negatief zijn. Ja. Die film moest afgebrand worden. Iedereen vindt er wat van. Ja, maar je hebt genoeg films die niet goed zijn en de critici zeggen, nou ja, het was niet zo'n beste film. En that's it, weet je wel. Ja. Maar hier werd het buitenproportioneel. Ja, ik kan me voorstellen, ik had zelf dat namelijk ook. Omdat ik aan de ene kant een soort van een heel beladen onderwerp, Bombardement van Rotterdam. Ja. Ja. Aan de andere kant Jan Smit. Ja. Twee werelden die zo botsen voor mij persoonlijk, nog voordat ik de film gezien had, bij wijze van spreken, dat ik zoiets had van, ja, maar dit kan nooit goed gaan. Ja. En dat is eigenlijk mijn emotie al voordat ik daar in de zaal kijk, zit. Kijk, wij hadden wel van tevoren, tenminste ik vooral, had gedacht, door het kiezen van Jan in die hoofdrol, gaan we, zeg maar even, of dat heel exact is, weet ik niet meer, gaan we 50.000 NRC-lezers verliezen. Maar we krijgen er 200.000 AD-lezers voor terug. Ja. Dat is niet helemaal gebeurd, hoor. Nee? Nee, er zijn minder mensen voor teruggekomen. Het blijkt dat de Jan Smit-fans niet de stoel uitkwamen om de film te zien. De film heeft rond de 200.000 bezoekers gehad. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik er
absoluut 400.000 verwacht had. Ja. Ik heb een interview gelezen en het was op RTLZ volgens mij, of een RTL-interview. En daarin zei op dat ogenblik de negativiteit van die reviews, grijp me zo aan, ik overweeg zelfmoord. Ja. Zulke heftige woorden. Ja. Is dat, kun je daar iets over vertellen? Wat doet en waarom die dat zo persoonlijk nemen? Dat... Nou, eigenlijk is het een hele goede vraag. Want ik ben lang genoeg in Hollywood geweest en ik ben lang genoeg in analyse geweest. Uh-huh. In Hollywood ben ik in een psychoanalyse gegaan. Dat ik dingen juist niet persoonlijk neem. Ik lees ook geen kritieken. Dat wil niet zeggen dat je niet weet wat erin staat. Je weet precies wat erin staat, want je vrienden vertellen het je wel. Daar ja, heb je vrienden voor, weet je. Die zeggen, de Volkskrant, dit. Dus ik wist precies wat erin stond. Nee, je neemt het niet persoonlijk en je neemt het wel persoonlijk. Je neemt het persoonlijk in de zin dat je denkt van... Maar het is niet rechtvaardig, want de film heeft heel veel meer inhoud dan ze me nu gunnen. Ja. Dus die gunfactor is vervelend. Maar ja, zou ik het raam uitgesprongen zijn? Nee. Maar leuk vond ik het niet. Nee, tuurlijk niet. En als je nu kijkt, hè, want ik hoorde eigenlijk exact hetzelfde van Tom Six bij een gesprek wat we hier vorige week of twee weken geleden hadden. Die soort van de critici, wat een soort van ongedefinieerde eenheid ergens in de lucht hangt. En die oordeelt maar. En dit bijna alsof dat een soort van een onherroepelijkheid is. Terwijl... Ja, dat is het natuurlijk niet. Maar kijk, ik heb wel een houding van ik vind dat de critici alles mogen zeggen wat ze willen. Ook als ze ongenuanceerd zijn, ook als ze slecht zijn. Zij mogen schrijven wat ze willen. Dat wil niet zeggen dat ik het goed hoef te vinden en dat ik het mee eens hoef te zijn. Mm-hmm. En ik protesteer er ook wel tegen, of zelfs heel sterk. Maar in principe mogen ze wel schrijven wat ze willen. Ja. En je moet er... Ik geloof niet in complottheorieën bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. Ik geloof best dat critici een bepaalde kennis hebben. Ze hebben een heel beperkte kennis en ze willen heel graag gezien worden als mensen die intelligent zijn en goede smaak hebben. Ja. En goede smaak is niet altijd alleen maar, ja, laten we zeggen, intellectuele films goed vinden. Mm-hmm. En dat doen ze dan soms, want soms vinden ze dan ineens een hele rare horrorfilm leuk. En dat soort dingen. Dus ze worstelen zelf ook daarmee. Ja. Maar a priori vind ik als groep moet je ze niet veroordelen. Dat wil niet zeggen dat ik vind dat ze het gelijk hebben. En ik vind dat de critici in feite een ras zijn wat aan het uitsterven is. Ja. Want wie leest er nog kritieken? Daarom. En wat ik wou zeggen, als je nu op bijvoorbeeld YouTube comments kijkt, als je op IMDb kijkt, als je kijkt... Ik kan me voorstellen dat een goede review op IMDb van een betrokken, gepassioneerde kijker veel meer impact heeft dan wat er in de Volkskrant of de NRC staat, bij wijze van. Ja, dat is ook zo. Ze hebben wel, bij het bombardement hadden ze die invloed nog wel, hoor. Want het werd ineens, alle social media werden gelegitimeerd door de critici. Ja. Dus wij hebben daar wel degelijk last van gehad. Snap ik. En het was iets waarvan ik wist uit mijn Amerikaanse tijd, dat daar wordt voor gezorgd dat de social media een positieve richting uitgaan voordat die zelf dat kan overnemen. Dus het wordt letterlijk zelf gestuurd door de studio's. Dat is natuurlijk zo commercieel en zo eigenlijk niet helemaal zuiver als je maar kan bedenken. Niet maar in Nederland de doet werd toen nog van uitgaan van social media hebben we niet in de hand. Dat heb je wel in de hand als je wil. Ja. Maar dan ga je de boel natuurlijk wel eigenlijk een beetje... naar je hand zetten. Wat ook, wat ik interessant vind. Een film kan natuurlijk ook iets doen binnen een bepaalde tijdsgeest. Ja. En die, het interessante is, een andere film, die toen die uitkwam, had ik het idee, niet hele goede kritieken kreeg. Was een beetje middle of the road. Drop Dead Fred. Ja. Met Rick Mayall. Ja. Die is in 2014, even uit mijn hoofd, is hij gestorven. Vrij plotseling. Ik heb het idee dat de film toen opnieuw ontdekt is. Ja. In ieder geval zag ik op IMDb een gigantische toename aan reviews en dus zo'n film, zo'n context verandert waarbinnen die film gezien wordt. Daar heb je helemaal gelijk in. Het zit ietsje genuanceerder, zou ik bijna zeggen. Van, mm-hmm. De film is gemaakt in 1990, uitgebracht in 1991-92. Ja. Hij kreeg toen in Amerika wel goede kritiek, maar in Engeland niet. In Engeland kreeg Rick op zijn donder van waarom ga je naar Hollywood, weet je wel. Ja. Hij was toch de anarchist en hij mocht toch geen Hollywood film maken. Ja. Nou, de film was onvoorstelbaar succesvol. Voor een independent film. Ja. En was vooral heel populair bij kids tussen de 6 en de 14. Ja. De kids tussen de 6 en de 14, die lezen geen kritieken. Nee. Die zijn nu allemaal tussen de 35 en de 40.
En ik echt wekelijks krijg ik e-mails van mensen van... oh, het is een film, ik heb hem 80 keer gezien, dus zo goed, geweldig. Zo. Die mensen zijn helemaal niet beladen met die oude kritieken. De film is 25 jaar oud. Hij wordt nu weer opnieuw uitgebracht op Blu-ray. Er is een enorme renaissance. Ik heb het ook gehad met Highway to Hell. Ja. Daar had ik geen negatieve kritieken, maar die film was nauwelijks uitgebracht. Dus je hebt soms geluk dat een film ineens een nieuw leven gaat leiden. Ja. Ik heb gelezen dat een van de uitvoerend producenten bij Drop Dead Fred is ook iemand die betrokken was bij Fargo, bij The Big Lebowski. Ja, ja. Working title. Ja. Het is working title. Je bedoelt waarschijnlijk... Ik heb het hier opgeschreven. Het was natuurlijk... Je hebt Eric Fellner en Tim Bevan. Ja, Tim inderdaad. Bevan. Ja. Tim was toen was een van de bazen van Working Title. Ja. Dit was hun eerste Amerikaanse film, Drop Dead Fred. Het werd gefinancierd, gek genoeg, door Polygram. Want die hadden toen nog een filmtak. Ja. Daarna is Polygram opgegaan in Universal. Dus Tim heeft nu nog steeds een deal met Universal. Maar Tim is samen met Eric Fellner eigenlijk wel de grootste producent van Europa. Ja, dat vond ik ook interessant. En als je al in zo'n vroeg stadium met zo iemand samenwerkt, kan ik me voorstellen dat ook gelijk de deuren opent naar veel meer nieuwe projecten. Ja, ja. Dat is niet gebeurd, raar genoeg. Want dat vond ik namelijk ook. Want inderdaad, de volgende stap was weer terug naar Nederland. En eerst nog een Zuid-Afrikaanse film, volgens mij. Ja. Het kwam daar naar Duitsland? Het kwam daar. Het eerste wat ik gedaan heb na Drop Dead Fred was All Men Are Mortal. Met een boek van Simone de Beauvoir. Dat was een Nederlands-Engels-Franse co-productie. Dat was met Stephen Ray en Irene Jacob. En dat was een vreselijke film. Tenminste, de ervaring was afschuwelijk. Waar zit hem dat in? Nou, de acteurs vonden mij niet leuk en ik vond hun niet leuk. Okay, dat is moeilijk. Dat helpt niet veel. Ja. Irene Jacob had het. Die wou de cultuur van Frankrijk verdedigen. Dus alles van Simone de Beauvoir. Dat betekent dat ze nooit deed wat ik vervroeg. Dat het altijd anders moest. Ja. Zelfs op een dag waarbij ze dus dood moest spelen, dacht ik, nou, in ieder geval vandaag kan ze niks veranderen, want ze is dood. En ze had al scènes gedraaid waarin ze al dood was. Kwam ze nog steeds van, I think I should not be dead. Oh jezus. Het was... Hoe ga je daarmee om? Hoe is dat om zo direct... Ik was toen nog niet volwassen genoeg om te denken van... je hebt acteurs die... ik was misschien begin 40 of zo. Ja. Je hebt acteurs die moeten miserabel en ellendig en afschuwelijk zijn. Want anders kunnen ze niet acteren. En als ze dat dan 6 weken moet zijn, dan moet je denken van... weet je wat, dat moet ze dan maar doen. Ja. En ik had nog niet de intelligentie om te bedenken van... als ze zo tegen mij zijn, zijn ze zo tegen iedereen... Maar later sprak ik wel met andere regisseurs. Die hadden dan ook met hun gewerkt. Ja. Of met een van de twee. En die zei, ja, was bij mij precies hetzelfde. Dus je moet leren dat mensen zoals ze zich gedragen... eigenlijk altijd zo zijn. Het is niet persoonlijk. Ja, ja. En weer dat persoonlijke. En als iemand zich gedraagt als een schoft... en zegt, ik kan het niet, ik doe het niet, ik wil het niet... dan doen ze dat bijna zonder uitzondering bij iedereen. Ja. Dus je moet niet denken, het ligt aan mij. Laten we even teruggaan. In L.A. heb je een analyse, een soort van psychotherapie traject gedaan. Ja. Waarom precies? Nou, ik had Drop Dead Fred gemaakt. Drop Dead Fred werd uitgebracht in Amerika en in 55 landen daarna. En de film was een groot succes. En ik genoot er absoluut niet van. Ik had zoiets van, het is zo raar... overkomt me dus wat ik altijd wou. Hè? Een Amerikaan film maken. Een breder canvas, meer publiek, meer communicatie. Maar je maakt films om te communiceren. Al is het een one-way communicatie, toch communiceer je. En waarom geniet ik er niet van? En toen ben ik in de analyse gegaan. En dat heeft eigenlijk altijd te maken met je verleden, met je jeugd. En in een analyse ga je je jeugd herbeleven. Ja. Nou, dat is dus ook gebeurd. En wat kwam daaruit? Wat er eigenlijk uitkomt is heel raar, van dat je realiseert dat je maar heel marginaal kan veranderen. Mm-hmm. Dat je hang-ups die je hebt. Ik zal een makkelijk voorbeeld nemen, niet het meest diepgaande voorbeeld hoor. Maar ik heb bijvoorbeeld een moeilijke houding tegenover geld. dat was omdat we arm waren thuis. En mijn vader vond het heel moeilijk om geld uit te geven. Dus ik heb daar voor een deel last mee. Als in schuldgevoel? Of als in... als een soort schuldgevoel van... als ik nu te makkelijk geld uitgeef, vind ik dat ik mijn ouders verraad.
Dat is niet zo, maar dat gevoel heb je. Nou, op een bepaald moment kan je dus zeggen van oké, dat weet je nu, dan gaat het weg. Dat gaat dus niet weg. Nee. Dat blijft zo. Maar je kan dan op een bepaald moment wel tegen jezelf zeggen van oké, ik weet dat het zo is. En weet je wat? Het zal zo blijven en ik zal er niet meer, ik zit er niet meer mee. Ik ben dus iemand die moeilijk heeft met geld. Ja, fascinerend dat je dan in Hollywood terechtkomt. Want als er ergens op de wereld mensen rondlopen die precies het tegenovergestelde willen uitdragen, dat is wel daar, denk ik. Ja, 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 ja. Is dat ook iets wat heel erg gebotst heeft? Of? Nou, in zekere zin wel. Ik heb natuurlijk heel veel meegemaakt in Hollywood, hè, maar ik was wel heel anders. Ik heb bijvoorbeeld, ik drink niet, ik drink geen alcohol, drink niet eens koffie, ik gebruik geen drugs. Dan ben je wel een vreemde eend in de bijt. Ja, dat kan ik me voorstellen. En dat is op zich fascinerend, maar ze accepteren dat wel. Ja? En dan hoorde ik je absoluut. Even iets anders. Ik kan me een aflevering van Miami Vice herinneren. Ja. Ooit. Ja. De serie waar ik echt mee opgegroeid ben. Ja, 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 ja. En dat was volgens mij jouw eerste... eerste werk in Hollywood, ja. Daarom. Wat heeft dat hoe is dat tot stand gekomen? Wat heeft dat betekend voor je carrière? Nou, weet je, je gaat naar Hollywood toe en je denkt van, ik ga daar werken. Nou, zo makkelijk is het dus niet. Nee. Iedereen wil je films zien, iedereen zegt van geweldig. Maar ze willen allemaal dat iemand anders het eerste risico neemt. Want succes in Nederland, ik had heel groot succes in Nederland gehad. Ja. Dus stelt niks voor daar. Want het zijn lokale films waarvan zij denken van ja, dat kan aan de Nederlandse mentaliteit liggen. En dat is natuurlijk ook waar. Regenwulpen was een succes in Nederland omdat het heel Nederlands was. Dus ze wachten allemaal totdat er een ander is die het risico neemt. Nou, mijn agent die gaf dus video's aan iedereen. Ik ontmoette iedereen. Uiteindelijk kregen ook de mensen van Miami Vice kregen een video. En Miami Vice nam risico's met buitenlandse regisseurs. Want ze vonden dat de buitenlandse regisseurs meer stijlgevoel hadden. En die hadden meer... Die waren uitdagender in hun manier van verfilmen. En Miami Vice steunde daarop. Die steunde op de uitzonderlijke look en hoe het gedaan werd. En dan werd het ingepakt alsof het Amerikaans was. En dat af. Ik had dus het bizarre geluk dat mijn tape van In de schaduw van de overwinning, was een film die ik gemaakt had, Tweede Wereldoorlog, met Jeroen Krabbé, Edwin de Vries en zo, over Winerap en Gerrit-Jan van der Veen. De producent die die film gezien had, had hem niet teruggespoeld. Want er waren nog videotapes, dus ik kon dat kon je nog doen, niet terugspoelen. En die was blijven staan bij een scène waarbij er een overval was op een tramremise. De enige actiescène in die hele film. Dus die producent van Miami Vice krijgt die tape, zet het in. Die mensen kijken altijd 2 of 3 minuten, tuurlijk, meer niet. Ja. Dus die ziet precies een stijlvolle actiescène. En die zegt, ja, die jongen die kan wel actie, dus wel stijlvol. Laten we die maar inhuren. Geweldig, geniaal. Als die film 5 minuten later gestopt was, had ik die baan nooit gekregen. Bizar, ja. Tegenwoordig zou je showreels maken, bij wijze van spreken, digitaal. Ja, dat hadden we toen nog niet. Ongelooflijk. Nee. Hey, en dan stap je op het vliegtuig. Je hebt geen idee waar je terechtkomt. Nee. Wat gebeurde daar dan? Nee, ik las letterlijk het script in het vliegtuig. En ik begreep er niks van. Kende je de serie al op dat ogenblik? Ik kende de serie wel. Ik heb heel erg getwijfeld of ik het moest doen. Want ik ben nog echt iemand van de tijd waarbij je, als je speelfilms maakte, maakte je geen tv. Ja. Maar iedereen vertelde me, ja, maar het is goed voor je carrière. En tv in Amerika is toch wel wat anders. Ik had nog nooit tv in Nederland gedaan. Ja. Ik heb ook tot nu toe bijna nooit tv gedaan. Maar mensen zeiden, het is goed voor je. Dus ik ging er naartoe. En ja, het was natuurlijk een hele nieuwe wereld. Ineens had ik met Don Johnson te maken en met James Brown, The Godfather of Soul, speelde een gastrol. Oh, echt? En Chris Rock was zijn allereerste film die hij deed toen. Wauw. Dus het was een hele andere wereld. Ja, en het regisseren op zich met dat soort mensen? Nou, het bizarre is, van in Amerika word je ontzettend beschermd omdat je lid bent van de Directors Guild. Ja. Dat moet je zijn, anders mag je niet maken. Dus ik werd bij Miami Vice werd ik lid van de Directors Guild. Dat betekent dat acteurs bepaalde dingen niet mogen eisen. Acteurs mogen niet tegen mij zeggen van, ik wil een close-up. Ze kunnen het wel zeggen, maar als ik zeg het gebeurt niet, dan kunnen ze niks doen. Ja, ja. Maar bij Don Johnson was dan zo. Don Johnson zei van, I think I have to have this in close because, you know. En dan had hij helemaal geen dialoog of wat dan ook. En hij zei, Don, I don't think it's necessary. En hij zei van, oké, dan liep hij weg.
En dan zegt hij van, als ik niet close ben, als ik alleen maar op mijn rug zit, neem een dubbel dan maar. Dat kon hij wel zeggen. Hij kon niet zeggen dat ik het shot moest veranderen. Maar hij kon wel zeggen van, ik doe het niet. Het is toch elk cliché wat je soort van, ik ben in mijn trailer. Maar nog veel erger worden. De clichés zijn absoluut waar. Ik heb het meegemaakt aan Eddie Olmos, dat is de baas van hun in Miami. Goed acteur. Ja, zeker. Die zag ik op een bepaald moment op de set, zag ik hem met een meetlint langs de trailers gaan. Langs zijn trailer en die van Don. En hij was weg. Hij verdween. Te kleine trailer had. Zijn trailer was zo'n stukje korter. Ongelooflijk. En in het contract staat dat zijn trailer niet kleiner mocht zijn dan die van Don. Dat is toch geniaal? Ja. Als je nou als nuchtere Hollander daarin terechtkomt, dat geloof je toch niet? Ik heb het hem ook gevraagd, maar waarom doe je dat? En toen zei hij, en dat was echt nieuw voor mij. Toen zei hij van, als ik hier geen issue van maak, dan nemen ze me ook niet meer serieus bij de onderhandeling over mijn contract. Dat doet weliswaar zijn agents en dingen. Maar ze nemen het minder serieus, want ik ben wel inschikkelijk, dus krijg ik minder geld. En als ik minder geld krijg, kan ik minder de dingen doen die ik zelf wil. Ja. Want hij maakte altijd films die hij zelf maakte met allemaal Mexicaanse cast en zo. Ja. En hij zei van, ja, dus het is eigenbelang. Wauw, heb je dat soort kennis meegenomen in andere producties? Jawel, het is wel zo dat in Nederland is er een hele sterke neiging in het filmmaken om al heel snel tevreden te zijn. Hm. Je maakt een shot en de camera valt niet van het statief af en de acteurs weten hun tekst. En dan moeten we verder, want we hebben minder geld, dus we hebben minder tijd en dit en dit en dit. Nou, dat gebeurt niet in Amerika. Nee, als het niet goed is, is het niet goed en dan zou je godverdomme doorgaan totdat het goed is. Ja, en terecht ook eigenlijk. Ja. Het is raar dat dat hier niet gebeurt. Ja. Als je dan, als we die brug even maken naar Nederland weer, hè, want ik vind het fascinerend hoe film aan het veranderen is. En film eigenlijk veel minder film is. Ja. Sowieso de techniek is digitaal geworden. Ja. En daardoor veel dichter naar televisie. Ja. Televisie bestaat ook niet meer op die manier. Nee. Maar het is gewoon één media productie geworden. Ja. Kijk naar Netflix bijvoorbeeld. Ja. Hoe zie je het Nederlandse landschap veranderen? Nou, het Nederlandse landschap, dat is al een hele tijd aan de gang, moet ik erbij zeggen. Hoor. Maar in Nederland is het cinema, het heel ouderwets woord, bestaat bijna niet meer. Nee. En vroeger had je wel cinema. De films die Fons Rademakers maakte, de films die Bert Haanstra maakte, dat waren echt cinema. Ja. En dat is aan het gaan verdwijnen in de 80e jaren, toen steeds meer tv-regisseurs ook een speelfilm gingen maken. En dat is natuurlijk nu nog sterk. Het feit dat het digitaal is of film, dat maakt niet zoveel uit. Want je bent in eerste instantie een verhalenverteller. Je kan wel zeggen, oké, uit nostalgische overweging is film ietsje leuker. En film kan je ruiken, letterlijk. Ja. Terwijl digitaal ruik je niet. Ja. Maar dat zijn een beetje nostalgische dingen. Het verhaal vertellen, maar de manier waarop je een verhaal vertelt in cinema of in televisie is anders. En de denkwereld achter televisie en cinema is anders. In film, in speelfilm, ga je volgens mij altijd uit van een bijna filosofische benadering. En die filosofische benadering die heeft te maken met dat er een persoon is die staat tegenover de wereld. En die twee conflicten, die moeten samengebracht worden. En dan krijg je een bepaald idee uit. En dat is die speelfilm. En dat moet een conflict zijn. Of een conflict, dat is misschien een... het moet wel drama zijn, maar een conflict is een heel breed begrip. Ja. Maar in televisie, waar je zo'n beeldje hebt, nu is dat natuurlijk iets groter geworden, maar in principe heb je zo'n beeld, wordt er dus automatisch al veel closer gedraaid, want anders zie je de mensen niet. Mm-hmm. Terwijl in de cinema doe je het juist ook voor de vista's. Maar omdat je mensen closer ziet, gaat het automatisch meer naar de emotionele kant toe. En dus bij televisie is uiteindelijk de onderlaag is altijd een maatschappelijk probleem, waarbij de personages hun emoties laten blijken hoe ze daarop reageren. Dat is essentieel anders dan een filosofische benadering bij speelfilm. Ja. Zit er niet ook in dat de acteurs aan het veranderen zijn? Wij vroeger echt toneelacteurs. Ja. Heel erg goed gearticuleerde zinnen, uitspraken op film. Wat wij raar vinden, omdat we Amerikaanse films gewend zijn. Ja. Waar juist gewoon in emotie gemompeld wordt. Nou, je ziet het nog wel. Ik denk dat ik nu natuurlijk meteen heel veel als mensen die het zien denken van die man weet niet waar hij over heeft. Pierre Bokma is geen goed filmacteur. Pierre Bokma is nog steeds groot spelen. En hij draagt nog steeds uit van, ik doe die man. En die man doet dit en dit. En op het moment dat je dat denkt. Meryl Streep zei me ooit, het enige van filmacteren wat belangrijk is denken zoals het karakter.
Ja. En dat is heel moeilijk. Want je denkt heel vaak, ik denk dat het karakter zo denkt. Nou, dan denk je dus al niet als het karakter. Ja, dan ben je aan het acteren dat je het karakter bent. Wat je natuurlijk ook aan het bent, maar dat... Het is illustratief acteren en dat doet Pierre Bokma. Die acteert illustratief. Nog heel veel Nederlandse acteurs doen dat nog steeds. Wie doet dat niet? Ik vind Barry Atsma doet het minder. Ja, Carice van Houten doet dat absoluut minder. Dus er is wel een nieuwe generatie aan het ontstaan. Maar dan noem je er ook een paar. Carice is internationaal doorgebroken. Ja. Maar, en van het aanstormende talent, zie je daar... Wat gebeurt er in film waarvan je zoiets hebt van... Nou, maar dat is interessant, daar is iets nieuws aan de hand. Nou, je merkt wel dat mensen, dat jonge acteurs zich veel makkelijker overgeven aan een rol. En dat je hoeft niet helemaal op de ouderwetse manier zo in te leven dat je helemaal de rol wordt. Dat is weer een andere kant. Goed, daar kan je natuurlijk over discussiëren of dat wel of niet goed is. Maar ik denk niet dat dat hoeft. Maar het raar is dat de soaps geen slechte invloed gehad hebben op het acteren. Omdat in de soaps de mensen bijna ongetraind waren en eigenlijk zichzelf moesten zijn. Ja. En dat is voor film niet zo slecht. En wil dat niet zeggen dat eigenlijk mensen rollen spelen die gewoon dicht bij hun eigen persoonlijkheid liggen? Ja, maar dat is met film toch zo. Hè? Want kijk, met toneel, als je een Ophelia hebt van 35, ja, dat kan. Ja. En want de illusie is dat jij speelt Ophelia. Tuurlijk. Maar bij film, als je een vrouw van 35 daar neerzet, ja, dan ben je alle geloofwaardigheid kwijt. Ja. En film, geloofwaardigheid van film staat op een heel ander niveau dan bij theater. Eigenlijk hebben ze hun eigen kracht natuurlijk. Hè? Dus het is niet, ik wil niet zeggen dat de een beter is dan de ander. Ja. Maar ze hebben wel andere uitgangspunten. Ja, zeker. Ik heb namelijk het idee dat er echt een nieuwe generatie aan filmmakers in Nederland aan het opstaan is. Ja. Dat die totaal geen toegang hebben tot bijvoorbeeld het filmfonds. In sommige gevallen misschien wel. Ja, ja, toch manieren vinden om hun producties te draaien. Ja. En daar zit langzaam maar een beetje, begint de kwaliteit door. Ik denk dat je gelijk hebt. Een heel makkelijk voorbeeld. Ik ben een tijdje intendant geweest van het filmfonds, de commerciële intendant. Mm-hmm. En ik wou dingen veranderen. En ik wou mensen kansen geven en low-budget films laten maken. Want ik had zoiets van, nou weet je wat, het geld mag niet de norm zijn of een film goed is of niet. Het speelt soms mee, maar in het begin moet je een jonge hond zijn en moet je dingen maken. En je moet je dingen maken die je echt wil. En dan mag geld niet de belemmerende factor zijn. Dus dan liever maar low budget. Ik had toen met een film met Jim Tahuti. Ik spreek zijn naam nu totaal fout uit, geloof ik. Maar goed. Ik zei. Maar we werden toen... ik kreeg het er niet door bij het filmfonds. Okay. Terwijl ik dat als commercieel had. Dat? Nou, men had zoiets van, ja, wat denkt die jongen wel? Moet hij dit en dat en zus en zo. Allemaal bezwaren van iemand die nieuw is, die zich binnen die cirkel wil dringen. Ja. Dus heeft hij een film zelf gemaakt, naar Rabat. Weet je? En omdat hij dat gedaan heeft, kreeg hij toen wel een kans om Wolf te maken en heeft zichzelf er zo ingewerkt. Ja, maar dat is in eerste instantie kwam hij er absoluut niet tussen. Ik moest letterlijk aan Wolf denken namelijk. Omdat ik aan de ene kant is het een beetje de La Haine, de Nederlandse La Haine. Ja. En aan de andere kant vind ik het een goed voorbeeld van een film waarin zowel de acteurs als de regisseur totaal iets nieuws doen. En we kunnen echtheid lijkt wel het belangrijkste onderdeel in die film te zijn. Ja. Maar ik vind dat een voorbeeld van... eigenlijk... Ik begrijp niet waarom daar niet meer is van de Nederlandse. Nou, ik denk in alle oprechtheid dat het gaat komen omdat het filmfonds zo gericht is op festivals. He, als je maar ergens in een festival draait. Jezus, ik ben naar die festivals geweest heel vaak. En dan zie ik een film draaien en dan zitten er 30 man in de zaal. Ja. Dus ja, maar hij heeft in Berlijn gedraaid. 30 man. Dus, ja, maar goed. Dus het is allemaal maar net zo lang als breed is. Maar het filmfonds zet enorm in op nieuw talent. Dus ze zullen die nieuwe mensen wel moeten doen. En dat vind ik eigenlijk niet eens zo. Niet zo erg. Ik vind zelf dat je zelfs een regel zou mogen maken. Dat kan niet, democratisch gezien. Dat iedereen die ouder is dan 50 geen subsidie meer moet krijgen. Ja, die moet maar zelf doen. Of dat de subsidie een lening is, zoals in de UK, waar het heel goed werkt. Ja. Dat, maar wij hebben niet een groot genoeg industrie daarvoor, hoor. In de UK heb je wel dat je die Engelse films, die kan je wel exporteren naar... Ik heb nu net 2 UK-films gemaakt, hè. Twee achter elkaar, na het bombardement. Eentje gaat, ik heb het opgeschreven ook inderdaad. Deadly Virtues. Deadly Virtues, dat bedoelde ik. De andere is net klaar, maar letterlijk een paar weken geleden. Dat is Love is Thicker Than Water. Oké. Love is Thicker Than Water. En is nog niet uit ook. Is nog helemaal niet uit. Is letterlijk 4 weken klaar. We hebben hem nu laten zien aan sales agents. Mm-hmm. Helemaal Engelstalig. Helemaal, alleen maar Engelse acteurs. Bijvoorbeeld Lydia Wilson, die speelt... de hoofdrol in de opkomende Star Trek.
Nou, die speelt de hoofdrol bij ons. Johnny Flynn die was net met Anne Hathaway in een film. Juliette Stevens, dus een behoorlijk goede cast. Tof, ja. Maar daar heb je weer zo... zij zijn niet supersterren, zijn niet Keira Knightley of zo. Maar als de film goed is, helpt het. Ja. Als de film niet goed is, maakt het niks uit. Duidelijk. Maar door het feit, ook bij Deadly Virtues... Deadly Virtues had ook in Nederland gemaakt kunnen worden. Qua, dat was een bedrag van niks. Maar ook qua onderwerp, dat soort dingen. Productioneel had het gekund. Het feit dat hij Engelstalig is, betekent nu dat hij en aan Japan, en aan Duitsland, en aan Korea, en aan Amerika, en aan Australië, en zo gekocht is. Ja. Duitsland synchroniseert hem na, dat maakt niks uit. En toch kopen ze het omdat het een Engelstalig film is. Bizar, hè? Alsof als die in Nederland gemaakt was, was dat niet gebeurd. Ja. Dus je hebt wel de beperking van ons taalgebied. En ik denk dat het Filmfonds binnenkort overstag zal gaan. Want tot nu toe mag je alleen maar subsidie krijgen en Nederlandstalig zijn. We hebben dat bijvoorbeeld bij The Discovery of Heaven zijn we er onderuit gekomen. Toen hebben we echt Engelstalig. Toen heb ik ook gezegd, toen was ik producent, hè, van, elke rol moet door een Engels acteur gespeeld worden. Anders heb je een Nederlands acteur die probeert goed Engels te spreken. En dan acteren ze niet. Ja. En waarom is dat gelukt? Is dat de naam van Mulisch? Of is dat... Nee, er was toen nog niets ander bewind. Ah, oké. Dat was toen nog net niets ander ding. Kijk, om het maar heel bot te zeggen, Boris, en ik denk niet dat je het erg vindt dat ik het zeg. Is er corruptie in de Nederlandse speelfilmwereld? Ja, absoluut. Er is corruptie. Maar die corruptie gaat niet meer over geld. Okay. Tegenwoordig gaat corruptie niet meer over geld. Vroeger ging corruptie over geld, want als je rijk was, was je machtiger. Ja. Nu is de corruptie van als je meer erkenning krijgt of herkenning krijgt, ben je machtig. Dus de media is eigenlijk de corruptie. De directeur van het Filmfonds, Doreen Bonenkamp, haar grootste ambitie is om staatssecretaris van cultuur te worden. Ja. Dus al haar beslissingen zijn erop gericht op culturele beslissingen, dat als die goed zijn, als zij kan scoren met iemand op een festival in het buitenland, is dat voor haar carrière beter. En dat vind ik dus ook corruptie. En hoe schaadt dat? Maar nu kan ik het altijd voor de rest van mijn leven vergeten. Natuurlijk. Ja, maar dat kan me ook niks schelen. Nee, maar op zich, je bent er bovenuit gegroeid. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat er toch wel een lichting studenten die nu van de filmacademie afkomen hier naar zitten te kijken. En zoiets hebben van, maar dit is het pad wat ik moet bewandelen. Ja. En het alternatief is namelijk ergens... Nee, het pad, je moet godverdomme nooit van subsidies afhankelijk zijn. Nee. Zodra je van subsidies afhankelijk bent, dan ben je verloren. Dan ga je zitten knieën, ik heb mijn subsidie niet gehad, ik kan mijn film niet maken. Ja, dan doe je het maar op een andere manier. Ja. En wat voor weg zou je iemand die nu begint aanraden? De realiteit is natuurlijk, als je een film begint en je kan subsidie krijgen, dan moet je niet laten liggen. Uh-huh. Dat moet je zeker doen. Maar je moet met je eigen generatie moet je een verband sluiten. Dat doe je toch. De hele reden van de filmacademie, daar leer je helemaal niet zoveel. Maar je leert wel mensen kennen van je eigen generatie. Netwerk, en je neemt je eigen netwerk. Ja. Dus je maakt een film. Ik heb mijn eerste speelfilm gemaakt een jaar na de filmacademie. Uh-huh. Toen heb ik materiaal geleend, camera's geleend van de filmacademie, dat soort dingen. En ik had een beetje geld gespaard met editing. En ik zei, ik ga die film. Iedereen zei, dat kan niet, kan niet. En ik zag niet in waarom het niet kon. Ja. Dus Blindgangers heb gemaakt voor geloof ik 30.000 gulden of zo toen het echt. Ja. Nou, niet iedereen kan dat en niet iedereen wil dat. Maar als je werkelijk een verhalenverteller bent, vertel je een verhaal. Maar ik moet wel zeggen, studenten vandaag dag, die komen van school met een studieschuld ergens tussen de 60 en 100.000 euro. Wow. Dat betekent dat je aan de bak moet op het moment. Ja. Daar heb je niet nog eventjes 5 jaar om te gaan freewheelen. Daar zie ik een groot probleem voor een nieuwe generatie. Ja. En ik zie daar het Filmfonds niets aan doen. Nee, een van de jammere dingen, we hebben nu de cash rebate bijvoorbeeld. Hè? En de cash rebate, ik vraag het voor, ik zit ook in de vereniging van aantal verenigingen, dus ik spreek natuurlijk vaak met ze. Een van de dingen die ik steeds zeg van, zorg dat er een low budget tak komt. Ze zeggen, jammer, er is een low budget tak. Ja, dat zijn dan 1 of 2 films. Ja. Maar die cash rebate is een van de beste dingen, want er zit geen inhoudelijke beoordeling. Want hoe zit dat precies in elkaar? Nou, als jij een film maakt in Nederland en je kwalificeert, want er zitten toch weer regels aan. In Engeland is het, doet er niet toe wat je doet, doet er niet toe hoe duur het is. Je krijgt van alles wat je besteedt en wat kwalificeert, bijvoorbeeld legal kosten kwalificeren niet. Ja. Maar er zijn een paar uitzonderingen, maar de rest kwalificeert. Krijg jij 25-30% terug. Dus als jij een miljoen besteedt, krijg je 250.000 pond in dit geval, krijg je terug.
Als je een film maakt van 200.000 pond, krijg je, en je hebt 100.000 qualifying spend, krijg je 25.000 pond terug. Dat is zo'n deel van je financiering wat je nodig hebt. Omdat je weet, je moet het dan voorfinancieren, maar daar vind je een oom voor die het voorschiet of wat dan ook. Mm-hmm. In Nederland kan dat alleen maar als je een film maakt die duurder is dan 1 miljoen. Ja. Nou, terwijl juist die films die 200.000 euro kosten, speelfilms, die kunnen dan zeg maar 40.000, 50.000 euro krijgen. En dan heb je zo'n ontzettende voorsprong in het financieren van je film. Ja. Omdat is 40.000, 50.000 waarbij je niet naar je oom of je tante toe moet, maar wat je in ieder geval krijgt. Ja. Het wordt dus onmogelijk gemaakt omdat je minimaal 1 miljoen moet hebben. Omdat ze zeggen van ja, wat zegt Filmfonds dan? De hele regel is gemaakt omdat er een vlucht was naar het buitenland van Nederlandse films. Nou, die vlucht naar het buitenland van Nederlandse films, dat waren niet de low-budget films. Dus de low-budget films hebben het niet nodig, want die hadden het historisch ook al niet nodig. Ja, bizar. Terwijl die dan gewoon niet meer gemaakt worden. Die worden gewoon niet gemaakt. Ja, bizar. Hey, even een persoonlijke vraag. Want jouw dochter is jou eigenlijk in de voetsporen aan het treden. Ja, alle twee. Alle twee zelfs? Ja, de tweede zit nu op het filmagent. Oké, want de oudste heeft vorig jaar op het ITVA een documentaire gelanceerd. Ja. Die echt lovend werd ontvangen. Ja. Ja, zij heeft de goede kant. Maar hoe toch is iemand dat? In de familie heeft goede kritieken. Nou ja, ik bedoel, los daarvan. Het is in ieder geval een fantastische start. Dat, ja, ze heeft niet alleen ITVA. Ze heeft toen ook een publieksprijs gewonnen bij ITVA. Maar ze heeft sindsdien heeft een prijs gewonnen in München, in Hamburg, in Tel Aviv, in Sint-Petersburg, in Tokio. Slamdance in dat de zusterfestival van Sundance. Ja. Ze heeft iets van 12 of 14 festivals gewonnen. Ja. En wat kun je haar? Geef je haar dit advies mee? Geef je haar advies mee over financiering van films? Of zij doet documentaires? Dat lijkt me nogal veel moeilijker. Oh, dat is nog veel moeilijker. Het enige wat ik wel tegen haar zeg is van zodra je naar het buitenland kan, dan moet je gaan. Ja. En je moet onafhankelijk worden van subsidies. Maar documentaire is niet makkelijk hoor, ook niet in het buitenland. Maar naar het buitenland gaan, de harde waarheid is dat het meer een emotionele beslissing is dan een praktische beslissing. Want als je zeg maar sociaal gebonden bent. Ja. Ik ben pas gegaan toen ik had 9 jaar samengewoond met een vrouw. Mm-hmm. En toen we uit elkaar gingen, toen ben ik een jaar later of zo, of 2 jaar later, toen ben ik pas gegaan. Want daarvoor was ik nooit gegaan, want dan zat ik in die relatie. Ja. Als je bijvoorbeeld hier bent, en zeker als vrouw, en je krijgt kinderen, nou, dan kan je het ongeveer wel vergeten. Ja. Om te gaan. Hè? Of dan moet het wel een hele uitzonderlijke situatie zijn. Dus je kunt het gelijk doen, toch? Ja. Dus je hebt en het financieringsklimaat in Nederland tegen je. Ja. De taal heb je tegen je. Ja. Als je van school afkomt, is dus het beste wat je kan doen direct naar het buitenland. Direct naar Amerika. Nou, dat zie je ook, dat de mensen die slagen, een paar Nederlanders die slagen, die zijn bijna allemaal op een hele jonge leeftijd daar naartoe gegaan. Ja. Ja, dat kan me voorstellen. En het is als man iets makkelijker. Het is afschuwelijk om te zeggen, maar het is wel zo. Ja. Maar ik zeg wel steeds tegen haar van word niet afhankelijk van subsidie. Want op het moment dat je aan het infuus van de subsidie moet, dan word je zuur. En ik ben in 86 weggegaan. En een van de redenen waarom ik wegging naar Amerika was, ik had 6 films gemaakt. Mm-hmm. Dus ik had zoiets van, ik wil niet zo blijven doorgaan. Ja. Maar ik ging naar premières toe van mijn vrienden. Ja. In de hoop dat ik een slechte film zou zien. Want als ik een slechte film zag, dan zouden zij geen subsidie krijgen en ik wel. Ja, ja, ja. En ik dacht, nou, zo kan je niet leven. Nee, dat dus heel moeilijk, dus ik ben weggegaan omdat ik dacht van, dit is geen manier om films te maken. En dat bestaat dus niet in Hollywood. Ja. En iedereen heeft de hoop dat je een goede film maakt. Want als jij een goede film maakt, dan komt er meer geld en dan hebben wij ook meer kans. Ja, logisch, ja. Ik vind dat positieve eraan, van wat ik ervan gezien heb, vind ik dat ook inderdaad. Maar dat subsidiesysteem zal dat nooit oproepen, hoor. Dat is nog steeds zo. Van op het moment dat ik... Ik zal je een heel makkelijk ander voorbeeldje geven, wat dus doorwerkt in de mentaliteit. Paul Verhoeven's film El wordt gekozen voor Cannes. Ja. Nou, ik stuur hem 3-4 dagen later een mailtje. Uh-huh. En zeg, god Paul, hartstikke leuk, gefeliciteerd. Nou, hij stuurt een mail terug en zegt, je bent de enige Nederlandse filmregisseur, collega die me een mail gestuurd heeft. Echt waar? De enige. Ja. En dat is een uitvloeisel van
dat subsidiesysteem. Ja. We gunnen elkaar het licht niet in de ogen. Ja, nou lekker dan ook. Nou, en natuurlijk zegt het Filmfonds dat het anders moet, maar zij zijn uiteindelijk de bron waarom dat gebeurt. Ja. Maar ik denk niet dat ze het zelf doorhebben. Ja, nee, dat is duidelijk. Hey Ate, één vraag. Jij gaat ook aan de slag als interviewer bij Café Weltschmerz. Wat ga je doen? Wat voor soort gasten gaan hier langskomen? Wie heb je voor ogen? Nou, ik zou het leuk vinden om bijvoorbeeld een Paul Verhoeven hier te hebben zitten. Ik ben zelf niet een ontzettende fan van zijn films, maar je kan niet ontkennen dat hij een enorme band heeft met een publiek. Ja. En hij heeft wel degelijk de behoefte om te communiceren. Ja. He, want als je toch kijkt naar de films, er wordt steeds minder gecommuniceerd met films. En vroeger, toen de Nouvelle Vague nog bestond, dat is heel lang geleden, werd er gezegd van elke film is een politieke film. Ik geloof dat nog steeds een beetje. Dus ook de hele oppervlakkige films, zoals Hartenstraat of dat soort films, daar zit wel degelijk een boodschap onder. Ja. Al is die misschien op een hele naïeve manier, maar die zit er wel. Nou, om die dingen naar buiten te krijgen en naar boven te krijgen, lijkt mij heel verstandig. Ja. Uiteindelijk moet je, vind ik, een doel hebben waarom je wil communiceren. Als je alleen maar dingen doet om rijk te worden, dan kan je beter commercials gaan maken. Wat is jouw doel om te communiceren? Ik vind wel degelijk dat je... Je bedoelt wat ik ermee bedoel? Ja, of misschien de beste boodschap of de waar je meest trots op bent. Het verandert. Hè? Van bijvoorbeeld het bombardement ging voor mij over zelfopoffering. Ja. En dat had te maken met het feit dat ik net gescheiden was. En dat ik 8 jaar lang in een relatie... veel langer, de relatie had 14 jaar geduurd. Maar de laatste 8 jaar eigenlijk me opgeofferd heb omdat we 2 kinderen hadden. En ik dat veel belangrijker vond dan mijn persoonlijke geluk in de relatie. Of dat goed is of niet, is weer iets anders. Maar dat zat voor mij, was voor mij de reden om het bombardement te doen. Dat was dan in de Tweede Wereldoorlog gezet en al dit soort dingen. Bij de laatste film is het bijvoorbeeld waar ik nu heel erg mee bezig ben, is wat ik noem acceptance and forgiveness. Je moet accepteren wat er met je gebeurt. Je moet accepteren dat andere mensen je dingen aandoen. Je moet anderen daarvoor geven, maar je moet vooral jezelf vergeven. He, want als je kan heel makkelijk in een slachtofferrol vallen. Nederland is een heel makkelijk voorbeeld. Ik kan hier heel makkelijk zitten knieën. Ja, bombardement, ik krijg geen geld meer. Het is allemaal gemeen. Uh-huh. Ik kan ook makkelijk zeggen, er zijn allemaal gemeen bij het filmfonds. Het ligt genuanceerder dan dat. Ja. He, want maar ik heb het geluk natuurlijk dat ik in het buitenland dingen gedaan. Maar ik kan ook zeggen van oké, het enige wat ik kan doen is een volgende film maken. Ja. En dan nog één, en dan nog één, en dan nog één. Ja. En uiteindelijk is het werk wat spreekt. Dus acceptance en forgiveness is iets wat ik heel belangrijk vind. Maar daar zit natuurlijk een humanitaire laag onder. Die hele politieke laag waar ik het eerst over had. Ik geloof dat de politiek, toen ik begon, toen schreef ik nog voor de Waarheid. Nou, niemand weet meer wat de Waarheid is, maar dat was de communistische krant. Die hele politieke lijn, je kan eigenlijk wel zeggen dat sinds de val van de muur de denkwereld van het socialisme verloren heeft. Ja. Het kapitalisme heeft gewonnen. Ja. En dat is een vreselijk iets. Maar boven die hele politieke laag staat een humanitaire laag. Nou, ik vind dat je het daar ook over moet hebben. Van wat is het juiste om te doen naar je medemens? En dat is niet altijd het meest voor de hand liggende. Ja. En dat stijgt boven politiek uit. Het is alleen, je kan het niet goed meer definiëren, omdat het minder makkelijk in vakjes te stoppen is. Ja, snap ik. Nou, dat houdt mij ontzettend bezig. Ja, lijkt me ook een heel ingewikkeld verhaal om te vertellen, eigenlijk. Ja. Nou, maar daarom doe je deelgebieden. Hè? Van bijvoorbeeld in de laatste film zit het acceptance en forgiveness zit er heel duidelijk in. In het verhaal zit dat erin. Ja. Maar je spreekt het nooit uit. Nee. Net zoals die hele zelfopoffering wordt nooit uitgesproken in het bombardement. Ja. Maar het is wel de laag die eronder zit, voor mij althans. Ja, dat snap ik. Ate, ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Zijn er dingen die we nog niet besproken hebben? Ja. Wat dan? De Stalen Madonna. De Stalen Madonna? Wat de Stalen Madonna, het boek wat ik net geschreven heb. Oké. Want dat is de... Ligt dat al in de winkels? Sinds gisteren, geloof ik. Oké, gefeliciteerd. Maar de Stalen Madonna, die speelt... De vraag die je nu moet stellen... Ja. Waar gaat het over? Wat is het? Niet waar gaat het over, maar waarom gaat een filmmaker een boek schrijven? Dat is een goede vraag. Ik had ook gezegd, waarom neem je hem dan niet mee? Maar goed, ja, waarom? Dat, je hebt er niet bij. Nee, ik heb niet het boek bij. En waarom heb je een boek geschreven?
Maar ik heb wel een... Kijk, een flyer. Een flyertje. Ik laat hem even zien. Ja, hier deze. De stalen nog. En waarom? Hollywood is... Nou, weet je, dat zijn praktische redenen. Ik woon weer in Nederland sinds ik gescheiden ben. Ik wil niet het Nederlandse systeem maken. Maar de harde werkelijkheid is dat het steeds moeilijker wordt om films te maken. Ook voor mij. Ik kan wel, de films in de UK die ik maak zijn redelijk low budget. Ja. Maar ook dat wordt moeilijker. En de filmwereld is niet zo leuk als geheel. Hè? De mensen betalen niet, mensen dit, ego's overal. Ja. Het schrijven van boeken is dan een stuk makkelijker. Niet om een goed boek te schrijven, maar gewoon praktisch gezien. Want je doet het alleen. Ja. En als ik tegen een acteur zeg, je moet die en die tekst zeggen op die en die manier om daardoor daarom. Ze zeggen, nou, dat vind ik niet... Nou, in een boek spreekt niemand je tegen. Ja. Maar is dit dus de verhalen die je wil vertellen, kan je ook in een boek vertellen. Ja. Maar is dit niet stiekem dan een script voor een volgende film? Nee. Dit speelt tijdens Highway to Hell. Ja. Dus met Ben Stiller. En dus ik gebruik heel veel dingen die echt gebeurd zijn. En dat vind ik heel leuk. Mijn manager is ooit echt vermoord. In Hollywood. Toen. En ik had toen een verhouding met met de erfgename van een groot Hollywood vakblad. Ja. Maar ik mag de naam niet noemen, want die heb ik veranderd, want anders word ik meteen gesoerd. En haar moeder was een van de machtigste mensen in Hollywood. De Hollywood-adel echt. Ja. Maar had enorme hechte banden met de Las Vegas maffia. Nou, dat allemaal. Dus er gebeuren allemaal dingen echt. Klinkt heel Hollywood allemaal. Ja, maar er gebeuren dus heel veel dingen in het boek wat gewoon echt gebeurd zijn. Ja. Maar natuurlijk wel in de dramatische context. Zodat het en is, verhaal het, klopt. Is het jouw verhaal in de zin van letterlijk wat je hebt meegemaakt? Ja, er zit heel veel in wat ik heb meegemaakt. Ja. Maar bijvoorbeeld, het speelt tijdens Highway to Hell. Ja. Maar de regisseur van Highway to Hell, wat ik dus was. Ja. Dat ben ik niet in het boek. Ja, okay, het is niet autobiografisch. In het boek is het een Finse regisseur die ik wel heel goed kende. Ja. En gaat er een Nederlandse jongen, moet het gaan uitzoeken. Nou, die Nederlandse jongen die moet gaan uitzoeken, dat ben ik in feite. Ja, ja. Okay. Hè, maar heb een andere naam en zo. Super cool. Maar het is toch, je gaat boeken schrijven omdat je verhalen wil vertellen, omdat je onderwerpen wil doen. Ja. Maar ik realiseer me ook dat het filmmaken steeds moeilijker gaat worden. Ja. Dat is ook zo. En tegelijkertijd, toen ik daar met het boek begon, toen had ik die twee Engelse films nog niet gemaakt. Die zijn nu weer wel gemaakt. Dus ik hoop dat het een afwisseling kan zijn. Ja, nou geweldig. Gefeliciteerd. Dankjewel. En bedankt voor je komst. Dankjewel. Top.